Alright boys, welkom terug bij een nieuwe video over Forza Horizon 5. En vandaag zijn we terug met wat Battle Royale. En dat gaan we ditmaal doen in deze auto. Dit is een gloednieuwe auto, dit is de Nissan Tsuru. En dit is volgens mij de allereerste nieuwe auto in Battle Royale. Van alles wat ze hadden kunnen adden ze dit. Ja, vandaag gaan we ermee aan de slag. En de bedoeling is om op zijn minst één race te winnen. Ik weet niet of het gaat lukken. Dit is een level 1 auto, dus dat zou op zich prima te doen moeten zijn als ik gelijk andere mensen vind. Al zie ik daar al wel een level 4. Nee, die gaan we niet pakken. Nee. We hebben net een nieuwe auto. Dat is de eerste auto in 2 jaar tijd, dus we gaan hier eens even een race mee rijden. Gaan we eens even kijken of we deze persoon kunnen uitdagen. Kom hier. Ah, yes. Oké, we weten waar we heen moeten, want we zien letterlijk de cirkel op de map. Dus dat is ideaal. En deze auto is ook gloedje nieuw in de game. Die kan je nou winnen via de festival playlist. Dus mocht je dat willen doen, kan je dat doen. Ik heb hem zelf nog niet unlocked. Ik weet niet of ik dat zal doen. Maar, waarom ook niet? En, oh, daar komt hij aan. Oh, pas hier. Ah, al die takken. Die takken zat zo naar. Hij zit er ook kort achter mij, hoor. Zo. Waarom is hij zo snel? Wow, hij komt mij voorbij. Hij komt me niet voorbij, maar het scheelt wel weinig. Holy. Weet je wat gek is? Deze auto komt uit 2010. Dat zou je niet zeggen als je hem aankijkt. Dit lijkt een auto uit 2000. Of misschien 1990, maar niet 2010. En, oh boy. Oh, no. Ja, kom maar niet voorbij! Ik moet deze winnen! Onze eerste race in de nieuwe auto. En ik wil eigenlijk deze auto wel wat langer houden. Dus dat zullen we ook doen. Hoe we het gaan doen is, we gaan pas wisselen als wij een level 4 of hoger vinden. Anders blijven we deze auto houden. Dat is de planning. Ja, de Nissan Tsuru. Een gek ding. Ik hoop wel dat het het begin is van vele nieuwe auto's. Dat zou best nice zijn. Dat ze binnenkort gewoon meer auto's gaan toevoegen. Dat is ook wat deze mode nodig heeft. Ik zeg dat al voor 2 jaar lang. Maar hopelijk hebben ze eindelijk het licht gezien. En gaan ze Battle Royale een beetje supporten met nieuwe auto's. En die auto naar links is zoveel sneller. Ik ga maar gewoon eventjes naar rechts toe. Kom totaal niet bijhouden. Wij zitten nou in de volgende cirkel. Ik zie ook nergens drops. Dus ik ga gewoon op mensen af. Maar ja, hopelijk dat we binnenkort gewoon meer nieuwe auto's gaan zien. Het maakt in principe niet uit wat ze er. Dus zolang het maar gewoon nieuw is, dan blijft het een beetje fris. En dat zou voor mij een reden zijn om terug te blijven komen op deze mode. Ik vind het ook raar dat ze niks doen met bijvoorbeeld Halloween. Dat zou zo'n mooi thema zijn voor een update. Heb je bijvoorbeeld allemaal gekke liveries op auto's of zo? Of weet ik veel, spookauto's die rondrijden? Dat zou best wel vet zijn. Het voegt helemaal niks toe, maar is gewoon grappig. Ik zeg het je, ik zit bom voor goede ideeën. Ik moet ergens gaan brainstormen of zo voor een bedrijf. Als iemand weet waar ik kan solliciteren, laat achter in de comments. Maar, hey, waar zijn al die mensen, man? Ik zie al die stip op de map en ik kom niemand tegen. Oh, er zit iemand links voor mij. Hij komt op mij af. Deze cirkel is zo groot, ik weet ook echt niet waar we heen moeten. Wat heeft hij? Oh, daar zie ik een drop voor ons. Ik wil op zich die persoon achter mij uitdagen, maar ik wil ook even kijken wat die voor mij is. Ik ben te nieuwsgierig en dat verdwijnt. Het verdwijnt recht voor mijn neus. Hoe dan? Oké. En nou is ineens een knijtertje druk. Oeh, dat is een Porsche. We hebben hier iemand links. Weet je wat? Prima. Dat ding is shit. Waar gaan we heen? Oh. Moet wel schakelen. Ah! Moet naar rechts! Gassen! Dat ding is een level 4. Dat is wel echt een shit auto van je welste. Ik weet niet of ik die wel wil hebben. Ik weet niet of ik zou wisselen als we de kans krijgen zometeen. We hebben al een flinke voorsprong. Ik denk niet dat hij nog gaat inlopen. Dat is gewoon echt de slechtste level 4 auto die ik kon wensen. Hij is wel zo slecht dat ik hem eigenlijk niet wil hebben. Hij heeft wel het geluk dat we hier allemaal naar boven moeten rijden. Dit ding klimt niet. Het is geen klimauto. Nog 1,7 kilometer. Kijk hoeveel die al terug zijn komen. Damn. Oké. Ik zeg niks. Nogmaals, dit is een level 1. Dit ding is best wel goed voor een level 1. Ik weet niet of hij beter is dan die kever. Ik denk dat dat niet heel veel scheelt, maar... Oh, die takken! Nee! Oh, die takken, die remmen zoveel af, gek. Daar heeft hij niet zoveel last van. Oh.
Ah! We zitten nog in de strijd. Hij is over de kop gegaan. Yes! Woo! Oh god, ik moet helemaal naar boven hier. We hebben net nog over gehad dat deze auto niet kan klimmen. Is dat in die tunnel? Dat is wel degelijk in die tunnel, volgens mij. Rijden. Oh, dat is veel hoger. Ik kan er niet eens omhoog. Ik kan hier niet omhoog. Please! Ah! Hij is geliefd! Thank god. Ik kon er niet op. We moesten omrijden. Wauw. Hij had dat kunnen winnen. Ik kon hier letterlijk die brug niet op. Mijn auto kwam niet omhoog. Wauw. Dat had hij kunnen winnen. En ik zie hier links... dat is level 3. Ah, dat is level 3 auto. Wat rijdt hij voor mij? Er staat iemand voor mij. En ik weet niet wat hij heeft. Ik zie hem niet. Oh. Level 6. Turn around. Yup. Ja, dit is een shit auto. We hebben het net erover gehad. Ik ga dat gegarandeerd niet winnen van de Porsche. Hij is me al voorbij. Kijk hoe snel die is. Ik rij vol gas, hè. Nou, scheelt dat hier heel veel bomen zijn. Oh, hij is letterlijk gecrashed. Lol. Er zijn hier heel veel bomen. Dus hopelijk dat hij nog meer crasht. Dat zou op zich wel in mijn voordeel zijn. Want ik rij vol gas en het lijkt alsof ik gewoon geen gas geef. Wat is dit? We hadden het net over die thema's, hè. Voor kerst zouden ze ook zoveel vette dingen kunnen doen. Dat je allemaal auto's hebt met kerstverlichting of zo. Hoe vet zou dat zijn? Ik rijd er trouwens om de finish heen. Dat moeten we niet doen. Yeah! Daar rechts was een drop. We draaien gelijk om. We hebben in ieder geval weer een winnetje. Oh, dat is level 2. Die hebben we niet nodig. Toffenstern. Ik weet niet wat ik daar zojuist zei. Klinkt als een scheldwoord. Er zijn nog maar 15 mensen over. What the hell? Yo. Oeh, die Bronco is trouwens... Au, die is nice. Ik zou bijna overwegen om die Bronco te nemen over deze. Maar als we hier nog één win mee krijgen, dan worden we level 7. En... Oh. Oké. Okay. Moet hier oppassen. Level 7 zou heel nice zijn. Er is iemand voor mij. Ik weet niet wat die heeft. We gaan er achteraan. Nog één winnetje zou voldoende zijn. Al weet ik nou dus niet waar we heen moeten. Ik weet niet waar die finish zal zijn. Oh. Meneertje heeft een level 8 auto. Waar moeten we heen? Oeh. Hij heeft de voorsprong. Maar moet ik zeggen, ik ben nooit zo'n fan van die trophy trucks. Die zijn helemaal niet zo heel fijn. Al zou dat hier op zich bij dat water wel kunnen helpen. Want ik kom hier waarschijnlijk niet door het water heen. Dus... Ah! Oh! Ik heb geen onderzeeër! Waar is de finish? 450 meter! Is dit dezelfde finish als net? Ik kwam er net van... Oh, shit. Oh, no. No! Gassen! Oeh! Waar is de finish? Recht voor mijn neus! En we hebben hem! Level 8! Dit is volgens mij serieus dezelfde finish. Oh! Hoeveel mensen hebben we al verslagen? We gaan voor de level 8. Dat was wel weer een Bronco. We hebben net nog over die Bronco gehad. Dat was dan een nog betere. Maar, kan ik nog een winnetje krijgen? Dan worden we level 9. Ik zou hem kunnen uitdagen. Hij wordt level 7. Ik weet niet wat hij gaat krijgen. Maar hij gaat waarschijnlijk wel winnen. Als ik hem gelijk kan uitdagen, dan kan ik hem een beetje verrassen. Oh, die andere is een Lambo. Oeh. Iedereen zit hier in een race. Ik weet niet of ik hier het risico moet gaan nemen. Ik wil eigenlijk niet de eindrace ingaan met deze auto. Maar ik moet ook weer niet te gierig worden. Die kans is best wel groot. Oh, achter mij. Wat komt eraan? Ik kan hem niet eens zien rijden. Dat is die Lambo. Oeh, meneertje Lambo. Oké. Kom maar. Gassen. Oh, dat is geen Lambo. Dat is een rallyauto. Lol. Dit is waarschijnlijk een foute keuze. Maar risk it for the biscuit. Oh boy. Wat een route heb ik hier gekozen. Jezus. Oké. Ik heb waarschijnlijk de slechtste route ever gekozen. Gelukkig rijdt hij me letterlijk achterna. Ik wil die rallyauto. Ah! Oh, ik heb een voorsprong. Kan ik hier tussendoor? Mijn grote truck. Oh! De finish! Nee!
No, 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 no! Oh, ik heb hem! Holy shit! Hoeveel mensen hebben we al verslagen? Het gaat zo goed! Oké, nou kunnen we kiezen. Want beide auto's zijn hetzelfde level. De Trackhawk of die Fiesta. Ik weet niet of die Fiesta een hoge topspeed heeft. Waarschijnlijk niet. Er zijn er een paar. Ik weet niet welke van de twee de juiste is. Eentje heeft hele snelle acceleratie. En die andere heeft een hoge topspeed. Volgens mij heeft deze geen hoge topspeed. Maar ik ga het hier gewoon mee proberen. Die andere als een Trackhawk. Waarschijnlijk ook niet de beste auto voor de eindrace. Waar zou die eindrace zijn? Waarschijnlijk recht omhoog. Ik schat de kans dat we winnen vrij klein in. Want er zullen ongetwijfeld snellere auto's bij zijn. En dat was de auto die ik had moeten hebben. Precies die. De Focus. Final showdown in 3, 2, 1. En hatsee. Hij komt me waarschijnlijk elk moment voorbij. Ik zie niks. Ga weg, tekst. Ah! Oké, we rijden als eerste in ieder geval weg. Maar ja, topsnelheid zal waarschijnlijk wat lager liggen. Oh, moet ik zeggen. Als we zo door kunnen rijden, dan zitten we op zich prima. Oh, we hebben nog een versnelling. Oh. Oké, deze is sneller dan ik dacht. Ja. Dit valt me niks tegen. Al zit die Focus recht achter me. En ik weet niet hoe lang we die voor blijven. Maar ik denk... Oh, nee, niet op de kop, niet op de kop, niet op de kop. Nee! Ik denk dat we sowieso een top 2 zullen hebben. Dus dat is op zich fijn. Maar ik ben echt heel erg... Oh! Ik ben echt heel erg nieuwsgierig. Hoeveel winst wij in totaal hebben. Dat gaan we zo meteen zien. Dat zal niet heel lang op zich laten wachten. 3,4 kilometer. Kan hij niet eventjes crashen of zo? Please. Oh, nee. Ik ben degene die crasht. Ik glij weg. Wauw. Oh, wat naar. Ja. Zonde. De letterlijk recht voor de finish. 400 meter verwijderd. En ik slip weg. Wauw. Dude, ik blijf bij wat er net gebeurde. Dat ik onder dat schuurtje doorreed. Dat was zo sick. Maar het maakt me niet eens uit dat we tweede zijn. Het is wel een beetje lullig. Had ik kunnen winnen. Als mijn auto niet wegslipt, had ik gewonnen. Letterlijk. Want ik reed heel het eerste. Maar hoeveel mensen hebben wij verslagen? 5. Dat is een mooi aantal. Valt niks tegen. We hebben ook nog een wielspinnetje. Wat gaat daarin zitten? 300 keer. Oeh, een hele hoop geel. Eenmaal andermaal $1000. Dat was het meer, boys. Ik ga hier de video beëindigen. En laat maar in de comments achter welke auto's ze allemaal zouden kunnen adden aan deze mode. Ik denk dat ze echt heel veel toffe dingen zouden kunnen doen. Maar we zullen zien. Hey, vond je het een leuke video? Drop een like, abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe.